beëindigd. Nee, niet beëindigd, je geeft gewoon... Wow! Oei! Oei, 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 oei! Hey, even afstand houden. Yes, mensen, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En deze video heb ik, twee gasten die lopen een beetje... Of ja, twee... Opnieuw. Nu. Yes, mensen, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En in deze video heb ik een persoon, een meneer, die denkt dat het heel leuk is. Die gaat om parkeerkaarten vragen op een parkeerterrein. Allemaal klachten erdoor, dus wij gaan die kant op. En ja, ik was vrij toxic weer op dat moment. Dus er komen leuke dingen uit voort. Verder ga ik niet te veel verklappen. En daarna gaat Jan Klon nog een beetje interessant doen. Die was door een hek heen. Die raakt mijn collega aan. Die wil zijn rijbewijs niet geven. En al dat soort dingen. En dat eindigt ook in een leuk iets. Dus vergeet zeker even niet te abonneren hier beneden. Dat is heel gratis. Doe ook zeker te weten even een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we nu gewoon lekker starten met de video. Veel kijkplezier. Ik denk het zie je, maar het is nog verder. Oh, bij die parkeerplaats. Ja, oké. Okay. Achter de bank zeker? Ja, inderdaad, ja. Oh, in dat hokje waarschijnlijk, of niet? Zijn ze in het hokje gaan staan? Nieuw. Hey, wachten, waar is de 2404, even stel eens 4 over. Wachten? Hey, heren, wat is de bedoeling hiervan? We krijgen wat meldingen van personen die zich eigenlijk irriteren aan jullie gedrag. Wat is hier de bedoeling van hier? Meneer, mag even met mij... Ik ben hier een melding af. Meneer, even terug. Meneer! Is de eerste vordering. Ja, we gaan niet leuk lopen doen. Ik wil even legitimatiebewijs van je zien. Nee hoor. Jij blijft even staan. Hoezo? Nou, omdat ik dat bij deze vraag. Ja, maar ik vraag alleen om parkeerkaart. Ja, nee, we gaan helemaal niks vragen. Ik vraag om jouw legitimatiebewijs en je blijft gewoon even staan. Heel simpel. Ik ga je ook bij deze voor de eerste keer vorderen voor een geldig legitimatiebewijs. Mag ik bij de... jou nu voor de tweede keer. Hoeveel heeft nou in de stad zijn over? Ja, oké. Okay. Bij 3 maal voordeel als je dan niet meeluistert. Okay. Meneer, parkeerkaart. Oh, what the fuck doet hij? Hé jongen, waar is jouw parkeerkaart? Een goeie dag. Meneer. Hé Ivar. Ivar, je mag even hierheen komen, je mag even blijven staan. Want ik ben nou een beetje klaar met het kinderlijke gedrag van jou. Je bent zelf een parkeerpaard. Kom, even meelopen. Het kost niet niks om dit zo neer te zetten, hè meneer? Meneer! Ja, je bent een achterlijke debiel. Hey, je hebt parkeerkaart, nu. En we dachten van... Meneer, je mag nu even meelopen of ik hou je gewoon aan voor de verstoring openbare orde. Je mag gewoon even meelopen, heel simpel. Uw eigen veiligheid, meneer. Het is een scammersagent. Dikke vette scammers, ja. Ja, precies. Nee, wij zijn versnopen, gewoon vernomen. Hé, wat is de bedoeling voor jou, Circus Hero? Circus? Ja, Circus. Dat staat al nergens op. Je staat hier als volwassen man. Sta je een beetje interessant te doen met een parkeerkaart. Ik deed dat toen ik 5 was en jij staat hier wat ben jij? Je bent 21? Toen ik 5 was speelde ik politieagentje. Nou ja, dat doe jij nu ook en ik ben hier aan het werk. Ja, nou als je dit werk noemt, dan kan je beter op zoek naar iets anders gaan. Hoezo? Dus je discrimineert dit werk om mensen zijn parkeerkaart te checken? Ja, op deze manier wel. Als je een beetje interessant gaat lopen doen bij politieagent. Nou, ik doe niet interessant. Nou ja, zo kom je wel over. Je gaat mij lopen vorderen, wil je de trein verlaten, parkeerkaart dit, parkeerkaart dat. Nou, dat vind ik nou niet zo heel tof om te doen, zeg maar. Nee, die... Hey, ik ga jou wel vragen om dit gebied te verlaten. Ik ga jou een gebiedsverbod opleggen voor een week. Hier. Zo, dus deze samengepropt hoofd. Hoe wat is hier? Alleen dit parkeerplaats? Nou ja, gewoon heel dit parkeerterrein. Eigenlijk heel dit gebied. Dan mag jij niet van mijn parkeerplaats echt af. Wat zeg je? Eerste vordering. Oké, ik ga je bij deze gewoon aanhouden. Je kan politie niet weg voordragen, Olof. Ik ben gewoon klaar. Je mag even staan blijven. Kijk eens, meneer, heeft u dagpas? Je mag even op de grond, het is nou klaar. Zo, jongen. Je bent bij deze aangehouden, ik ben er klaar mee. Aangehouden voor wat, jongen? Wordt niet opvorderen van een ambtelijk bevel. Parkeerkaart plaat, paard. Hé, in ieder geval, je hebt het recht om een advocaat. Mocht je deze niet kunnen veroordelen, krijg je deze toegewezen. Alles wat u zegt zal kan tegengebruikt worden. 4206, eenmaal aanhouding over. Even serieus, heb je niks te doen? Ja, dat kan ik beter aan jou vragen. Voor je, meneer. Lekker. Hey, ik ga je even fouilleren. Heb je voor? Heb je de aanhouding van de vangrail vraagteken over? Hey, u wou een parkeerkaart aanvragen. Oké, ik ga even checken. Ja, hoeveel duur kaart dat mag je niet doen. Ligt aan voor welke termijnen kan ik dat voor u uitschrijven? 30 seconden lossen. 30 seconden ga ik even kijken. Oh nee, hij rent al weg. Aan de kant, wie is Oké, ik tref hier een best wel groot mes aan.
Doe je hier vrijwillig afstand van of niet? Wat een chaos. Ja, die hekken die liggen ik weet niet wat je doet. Ja, je wordt niet klappen. Heb je nog iets nodig? Niet per se. Ja, zakje cocaïne zou ik wel willen. Even kijken, die priem neem ik ook fictief in beslag. Ja, dat zei hij. Ik zie dat je een ecstasy tablet bij hebt. Die heb ik ook in beslag. Het ziet er in ieder geval uit als ecstasy. Laat het daarop houden. Ecstasy, het is een... Nou, we gaan het even op bureau uitzoeken. Hey, ik ga je in ieder geval in het voertuig plaatsen, pas op je hoofd. Ik heb hem aangehouden voor het niet opvolgen van ambtelijk bevel. Dat ben je klaar mee. Nee, je mag gewoon even uitstappen. Ik weet niet wie je bent. Ik hoor je niet, Ryan. Loop even mee. Omdat ik net al vroeg of je wou blijven staan, en toen reed je weg. Toen je hier op een gegeven moment weer terugkwam, en rij je me voor me voor de sokken. Ik heb hem aangehouden. Hij stond hier veel te interessant te doen. Toen heb ik hem graag het gebied te verlaten. Dat wilde hij niet. Toen uiteindelijk ging hij mij vorderen om dit gebied te verlaten, dus toen was ik er klaar mee. Toen heb ik hem gewoon aangehouden, niet op volg ambtelijk bevel. Ja. En wat gebeurt daar nu? Ja, dat weet ik ook niet helemaal. Ik had al eerder Ik heb mijn raampjes dicht, meneer. Ik kan jou toch niet horen? Ik ben hard horen. Ik heb altijd ruimte van ACDC. Ik voel me ruimte bij deze vordering voor de eerste keer ruimte. Op welke grond? Op welke grond? Omdat je gewoon eerst al hier het trein op kan rijden en het hek omver rijdt. Wat? Ja, wat? Wat dat in je gat? Je geheugen is niet heel best, hè? Ik heb medische aandoening. Je rijdt hier het hek omver. Dit gesprek is bij deze ook beëindigd. Nee, niet beëindigd. Je geeft gewoon... Wow! Oei. Hey, even afstand houden. Allemaal even afstand houden. Even normaal met tegen Leon. Holy shit, wacht even hoor. Jezus mina. Even afstand houden. Wat gebeurt hier? Jezus Christus. We mogen even op de stoep staan. Lopen. What the fuck? Doe nou groen is de man. Die reed wel heel hard, man. Dat is heel mooi, joh. Dat is een gatsmoe. Nee, mijn rijbewijs. Daar heb je helemaal geen recht toe, want ik heb niks gedaan. Jawel, je rijdt in een voertuig en ik wil jou even controleren. Ik rijd in een voertuig. Omdat jij daar net al een hek omver reed. Mag even afstand houden. Of we lossen het hierop of je gaat mee naar het bureau. Wat? Ik wil best oplossen, maar hij moet gewoon even normaal doen. Dan blijf je hier gewoon staan en dan doe je het even met de collega hier om de ring oplossen. Dat is nog even een keer, kan je wel aanvragen. Nou, bij deze vordering ik voor de tweede keer je rijbewijs. Op welke grond? Op grond van dat jij in een voertuig rijdt en ik jou gewoon wil controleren. Is dit een ding, ja, en... Omdat jij een hek omver hebt gereden. Dat is waarom je mij fouilleert. Omdat ik fouilleer je niet. Dat is waarom je mijn rijbewijs wil. Omdat ik een hek omver heb gereden. Dan kan je vertellen, bij mij stond daar zo geen hek, maar dat maakt niet uit. In ieder geval. Oké, maar het feit dat je mij dan even laat omverrijden? Ja, jij gaat op de weg voor mijn auto staan. Jij staat zoals nu eigenlijk praktisch op de stoep. Ik stond nog op de stoep en jij rijdt gewoon mij voor mijn auto. Hey, je mag even staan blijven. Heel simpel. Nou, ik kan het gewoon laten zien. Is dit op de stoep of niet? Is dit op de stoep of niet? Nou, dit is op de stoep. Is dit op de stoep of niet? Dat vraag ik. Nee, dat is niet op de stoep. Mogelijk is het. Maar ik stond zo voor je auto. Dit is hoe ik geparkeerd stond. Juist. Nou ja, goed, dan kan je hem aanhouden. Want nee, ja, de agent stond wel bestraald. Ja, dat is vernomen over. Hey, heel even simpel. Wil jij even je handen op je auto leggen? Ik heb meteen in de boeltjes, anders gaat het straks niet meer. Oké. Andere arm bij. Kom maar. Zo, andere hand bij. Ik ben met deze aangehouden. Er staat nog een VTA voor jou open. Echt, is het weer niet afgestreept? Het is echt. Zo, als het zo moet, dan doen we het zo even. Ja. Kijken of er nog wat open staat. Hey, ik ga je ook even fouilleren. Heb jij iets van voor waarbij je die bij mag hebben? Ja, je moeders linker tiet toevallig. Ja. Oké, als jij er helemaal blij van wordt, prima. Je kijkt maar wat je doet. Wat de fuck heb jij het ook? Ik heb geen fucking verzoek tot. Hij heeft geen verzoek tot openstaan. Nou, jij mag even bij wijd houden en even afstand nemen. Ik ben zijn vader. Oké, heel leuk. Dit is mijn vader. Mike Klom. Hey, ik ga je in ieder geval even in het voertuig zetten, pas op voor je hoofd. Kan je me eerst even uitleggen zeg maar waarom, wat voor verzoek tot, wat alles. Want nu ga je me weer naar het HB brengen. En dan gaan we er op het HB achterkomen dat dit verzoek tot allang... Ja, ik ga hem er gelijk even bij pakken. Ik moet ja, oké, even.
voor jou. Je bent nu in ieder geval aangehouden voor verzoek tot. Op verzoek tot staat 2 maal vluchten voor de politie en 2 maal mishandeling ambtenaarfunctie. Maak je echt een grap? Nee, ik maak geen grap. Ik heb gisteren nog in het fucking in de fucking cel gezeten. Hoe de fuck heb ik nu nog steeds een verzoek tot? Ik ben niet in de stad geweest. Hey, in ieder geval, jij hebt het recht om advocaat. Mocht je deze niet kunnen veroorloven, krijg je deze toegewezen. Alles wat u zegt, zal een kant even gebruikt worden. Hij is gefiteerd? Ja. Mag ik niet over spreken? Had niet heel veel spanners bij zich. Dan zijn we afgesproken met collega. De laatste bezuinigingen ik vervoer de deze en dan doet de collega recht van mij wat er verdient. Voordelen dus en dan kan jij die gekozen dan... die jij hebt aangehouden voorheen goed? Ja, dat is best. Dan kom ik er ook bij. Ja, dat is goed.